We rijden vandaag in een zakensedan. Wel een hele mooie en een hele snelle. Dit is de Maserati Quattroport. Ja, je hoeft geen Italiaans te hebben gestudeerd om te weten dat Quattroport vier deurs betekent. En tientallen jaren geleden was er al een Maserati Quattroport en dat was toen de allersnelste sedan ter wereld. En toen in 2003 deze auto werd gelanceerd door Maserati, was het wederom de allersnelste sedan ter wereld. Inmiddels zijn ze die positie kwijt. Aston Martin Rapide is sneller en Porsche Panamera is ook sneller. Maar goed, Maserati heeft een poosje de tijd, want over 2 jaar komt er een nieuwe Quattroport. En wie weet is dat dan weer de allersnelste sedan. Maserati heeft deze Quattroport ingezet als een, ja, een zakensedan. Zakenlimousine noemen ze het ook wel. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want het is eigenlijk gewoon een sportauto. Deze auto is mede ontwikkeld door Ferrari. Ze hebben aan de wieg gestaan van de motor. Ze hebben de totale auto hebben ze ook mee geholpen bij de ontwikkeling. En ze hebben een auto gemaakt die heel sportief is. Ja, en dat zie je op zich niet, maar je hoort het wel. Want het ding dat klinkt echt subliem. Typisch Italiaans, een beetje rauw, een beetje snerpend, zo hoog geluid en zo. En ja, het is echt... Het is echt gewoon een lekkere motor. Hij is er al sinds 2003, 7 jaar dus. En dat begin je wel een beetje te merken. Hij gaat langzamerhand gaat hij een beetje over de datum, vind ik, deze auto. En niet eens zozeer qua design, want het is nog altijd echt een gelikte auto. Mooi, elegant, een beetje gespierd, een beetje atletisch. Maar ja, je merkt het bijvoorbeeld in de binnenruimte. Het is niet een hele ruime auto, alhoewel je wel achterin kunt zitten. Weet je, van binnen heeft hij een heel klein beetje de uitstraling van zo'n jaren 60 bordeel, vind ik. Het is Italiaans, dus het heeft charme, het heeft elegantie, het heeft uitstraling, het is sierlijk. Het is, ja, het is gewoon heel erg mooi en er is over nagedacht hoe je dat mooi maakt, maar het is niet perfect. Maar goed, dat weet je dan ook, hè, als je deze auto koopt. Deze Maserati die kun je heel makkelijk een bocht ingooien. Hij voelt eigenlijk aan als een sportauto en dat is precies wat Maserati bedoeld heeft. Hebben ze gedaan door de achterwielen, de achterbanden breder te maken dan de voorbanden. En door de setup van de wielophanging, dus de afstelling van de wielophanging, scherp te zetten. Dus het is een beetje een nerveuze auto. Er zit een automatische transmissie met flippertjes hier achter het stuur. Dat is natuurlijk ook een beetje sportief. Als je erin rijdt, dan hij trekt een beetje aan je. Hij wil eigenlijk de hele tijd hard gaan. Nou ja, dat is op zich wel leuk natuurlijk. Zeker. Als je 430 pk bij je hebt en dan de hele tijd dat fantastische geluid, dat echte Ferrari geluid. Weliswaar niet zo hard, maar je hoort het wel, die mooie, hoge Italiaanse snerp. Kijk. Oh, dat klinkt lekker, hè? Dit is een auto waarmee je gewoon normaal naar je zakelijke afspraken kunt. Je komt er normaal mee voorrijden. Maar als je dan in een dolle bui een keertje in de buurt van Zandvoort bent en dat circuit is open, dan kun je er ook gewoon het circuit mee open. En dan heb je echt hartstikke veel lol. Hij heeft achterwielaandrijving, ding heeft 430 pk, gaat van 0 naar 100 in om en bij de 5 seconden. 280 km per uur snel, dus het is ook gewoon een echte sportauto. Het is een auto die constant een beetje aan je zit te trekken, die je enthousiast maakt. Ja, als je hier aan het eind van de dag mee naar huis rijdt, dan kom je gewoon vrolijk aan.